Toen er bij het gezin verbouwplannen ontstonden, was het aanvankelijk niet de bedoeling om naar nul op de meter te gaan met de woning. Maar met de toekomst in gedachten is het toch zo gekomen dat Lindy aan de slag is gegaan met het energie-neutraal maken van de woning. Ja, we hebben het huis 5 jaar geleden gekocht. Toen hebben we eerst boven verbouwd. En daarna wouden we naar beneden gaan verbouwen. De vloer moest er sowieso uit, want ik wou vloerverwarming en er zat niet genoeg isolatie onder. En toen ben ik ook gaan kijken voor een kachel. We wouden een nieuwe kachel erin voor een cv-haard. Omdat ze allemaal in Tilburg bezig zijn dat het gas eruit gaat in 2050. En toen zei papa, daar moet je ook over nadenken of je daar niet al iets mee kunt doen. Toen hebben we gekeken naar kachels op de cv. Maar dat was ook een heel systeem en dat konden we waarschijnlijk ook niet kwijt. Want er waren best veel, moest je een grote boiler en van alles. Of dat echt in het huis paste, dan moesten we misschien daar komen. Oftewel, voordat de verbouwing begon, waren er nog veel vraagtekens. Tijdens de woonsalon in de koepelhal raakte het stel geïnspireerd om de eerste stap te zetten. Een gesprek met een van de energieadviseurs. Ja, toen hebben we een gesprek gehad om te kijken hoe we nul op de meter. En daar moet je eerst zorgen dat het huis geïsoleerd is. Dat je de schild dicht maakt, want dan blijft alle warmte binnen. Of de koele lucht die je in binnen blaast. En dan zijn we verder gegaan met de apparaten die erin moesten en de voorbereidingen daarvan en de vloer die eruit moest nog. En daar isolatie onder. Ja, we hebben nu aan de binnenkant zit 6 centimeter isolatie aan de binnenkant. Daarvoor, dus daardoor is de kamers smaller geworden. En daardoor moet je alle kamers weer opnieuw stukken en we hebben heel de betonvloer eruit moeten halen. En daardoor zit 20 centimeter isolatie op. En boven op dak hebben ze ook nog een nieuw dak gelegd. En daar zit dan ook nog, volgens mij, 15 tot 20 centimeter isolatie boven op dak. Weer en een nieuw dak erop. Dus je bent daar wel even mee bezig met alles opnieuw te isoleren. Er moest dus veel gedaan worden aan de woning van Lindy. Een hoop zaken stonden sowieso al op de planning, maar daar kwam nu de noodzaak bij om goed te kijken naar de isolatie van het huis. Genoeg werk om zo mee te beginnen. Maar voordat er nieuwe apparaten en voorzieningen geplaatst konden worden, moest er eerst iets anders gebeuren. Vanaf het begin zijn wij hier gaan slopen. Dus ja, de eerste stap is eigenlijk dat we hebben besloten van wat er in kwam in het huis en dat we hebben ook nog nieuwe kozijnen met trippelglas. We hebben eerst besloten wat we allemaal willen in het huis en hoe nul de meter. Want ik wou ook per se mijn gas eruit gelijk. Ze konden ook een systeem doen dat je de cv wel blijft gebruiken. Maar dat wilde ik sowieso niet. Gelukkig hoef je die keuzes niet helemaal in je eentje te maken. Verschillende experts kunnen je helpen om de juiste apparatuur en materialen voor je woning te selecteren. En dan hebben ze eerst een energie... Hoe heet dat nou? Iemand heeft berekend hoeveel wij verbruiken in het jaar en die hebben dan berekend wat wij nodig hebben aan apparaten en aan de isolatie. Van tevoren hebben ze gemaakt zo'n berekening en daarna zijn ze gekeken wat er dan nodig was. Ja, je houdt zelf niet echt bij hoeveel energie je verbruikt, maar ik wist wel wat ik verbruik, hoeveel ik moest betalen aan een cent. Dus ik was blij dat er al minder, in ieder geval naar nul moet gaan nou. Het besparen van geld is voor mensen vaak een belangrijke reden om het energieverbruik te beperken. Natuurlijk kun je daarvoor met je woning naar nul op de meter gaan. Maar kleinere aanpassingen schelen vaak ook al een boel. Hoewel je met veel kleine aanpassingen al veel kunt bereiken, is het verstandig om als je al verbouwplannen hebt, goed na te denken of je daarmee ook klaar bent voor de toekomst. Want aangezien een verbouwing ook financieel gezien vaak geen eenvoudige klus is, wil je natuurlijk niet binnen een paar jaar opnieuw aan de slag moeten met je huis. Nee, de punt was dat eerst zouden we eigenlijk een kleine verbouwing doen. Want toen we de nul de meter nog niet hadden, zouden we de vloer vervangen. Zou er een nieuwe keuken komen en dan een nieuwe wc. En de rest zouden we gestuukt. En de rest zouden we niet doen. En nou, omdat we alles ineens hebben gedaan, is het wel de prijs veel duurder geworden, omdat je dan ineens alles hebt gedaan.
daar zaten we mee of we het financieel wel rond zouden krijgen. En je krijgt wel subsidie, maar toch is het wel een hele kostenpost. Toch vond Lindy het de moeite waard om te investeren in haar woning. En de subsidie speelde een belangrijke rol bij de beslissing om net dat stapje extra te zetten. En omdat we dan nou wel ineens klaar zijn, hoop ik dat we als het klaar is, dat we gewoon ineens klaar zijn. En zeker 5 jaar even niks hoeven te doen en hoeven te vervangen. Ja, als we nou eerst al de vloer hadden vervangen en daarna nog iets zouden moeten doen zodat we van het gas afkwamen, dan zijn we misschien, hadden we wel meer uit, meer kwijt geweest. Ja, omdat je dan had je al die isolatie niet gedaan. Dan had je weer moeten slopen om het weer te doen. Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht op www.aandeslagmetjehuis.nl.